pak een beet een jaar of 10 geleden zag de wereld van de game-uitgevers er een stuk anders uit. Je had twee grote vissen in de vijver, EA aan de ene kant, Activision aan de andere kant, en allebei deden ze hun ding. EA had natuurlijk Mass Effect, Battlefield en niet te vergeten FIFA, terwijl Activision aan de weg timmerde met titels zoals Call of Duty, om maar iets te noemen. Fast forward 10 jaar later, Activision is inmiddels Activision Blizzard geworden, heeft naast Call of Duty natuurlijk een titel als World of Warcraft binnengehaald. En niet te vergeten Destiny, wat een ontzettende melkkoe is gebleken voor de uitgever. En EA? FIFA krijgt steeds meer klappen van Pro Evolution. Battlefield is toch niet helemaal geworden wat ze ervan dachten. Mass Effect komt maar niet uit, dus waar vallen zij op terug? Inderdaad, op indie games zoals Unravel. Unravel. Ja, de afgelopen E3 was deze kleine game van een kleine Zweedse ontwikkelaar, Cold World Interactive, eigenlijk de game die de meeste stof deed opwaaien voor onze vrienden van EA. De game was werkelijk prachtig om te zien, oogste veel lof daarvoor en is een platformer zoals we die kennen van bijvoorbeeld een Rayman, een Little Big Planet. Of een Limbo, want het is natuurlijk een indie game. Het heeft weliswaar een grote uitgever. Maar net als de game Bastion destijds, die door WB Games werd opgepakt, is dit een game die groot aan de markt wordt, aan de man wordt gebracht. Het kwam in een week tegelijkertijd met Firewatch, een andere grote indie release, voor zover indie games groot kunnen worden uitgebracht. Maar met het gemak van de Steam Store en de PlayStation Store kun je tegenwoordig voor een prima prijs, €20 in dit geval, een hele leuke platformer op de markt brengen. Want dat is Unravel zeker. Het spel draait rondom een fictief wollen personage, Yarny genaamd, die eigenlijk door middel van 6 levels een soort inkijk geeft in het leven van een familie. Nou moet je daar niet te veel bij voorstellen, want eigenlijk ben je bezig om platforms te beklimmen, heel veel verticale gameplay aan te houden en daarbij gebruik te maken van de eigenschappen die je hebt als wollen figuurtje. Namelijk het schieten van wollen draden, het maken van bruggen tussen verschillende dingen, het neerhalen van bepaalde elementen zodat je weer verder kan in het level. De 6 levels zijn eigenlijk alle 6 in een klein uur te voltooien. En geven weer een ander stukje mee van de prachtige natuur en de omgevingen. Want de Zweedse ontwikkelaar heeft het deze keer dicht bij huis gehouden. Hun vorige games, ik geloof wat ski games, oogsten niet al te veel lof.
En ditmaal is gekozen om eigenlijk traditionele settings zoals een strand, een bos, een huis te implementeren in de puzzel-platform-stijl zoals we die ja, kennen van Little Big Planet en Limbo. Het moet gezegd worden dat de game er nogmaals echt adembenemend uitziet. Er is geen klassieke HUD of andere ja, context. Je wordt eigenlijk gedropt in de speelwereld die vrij realistisch is. Maar tegelijkertijd, omdat het door de ogen van zo'n klein personage wordt gezien, weer ja, heel anders wordt ervaren dan dat je dat normaal doet. Wat dat betreft ook dikke props voor de uitgever. Dat ze niet een of andere bedachte vijanden hebben gecreëerd. Maar gewoon blaadjes, vogels, vissen, dat soort dingen hebben ja, opgeworpen als de platformuitdaging. En daar moet het ook vooral van komen. Dat is misschien ook wel gelijk het grootste kritiekpunt op Unravel. Naast het feit dat het natuurlijk erg origineel is en er mooi uitziet, is het zo dat je niet zo heel veel vrijheid hebt in hoe je een level doorloopt. Je hebt het gevoel dat je eigenlijk op zoek bent naar hetgene wat de ontwikkelaar wil dat je vindt om op die manier verder te komen. Om een voorbeeld te geven, je kan niet langs verschillende kanten een level uitspelen. Wat je wel kan doen is een level nog een keer uitspelen, omdat de zes levels alle zes vol zitten met collectibles, secrets zoals die hier genoemd worden. Een vijftal verschillende ja, ingangen of dingen die je kan unlocken, waardoor de replay value toch enigszins stijgt. Maar voor die €20 mogen we zeker niet klagen. En zeker de physics werken erg goed, hoewel het af en toe toch wel vrij lastig is. Het lijkt misschien wel een spel voor de allerjongste onder ons, maar ik denk dat je wel 8 plus moet zijn, wil je hier een beetje chocola van kunnen maken. De allerjongste onder ons kunnen, in tegenstelling tot games zoals Little Big Planet of misschien wel de beginlevels van Rayman, niet helemaal meekomen met Unravel. Wel leent het spel zich uitstekend voor het meekijken. Dus papa's en mama's die van gamen houden en kleine kroost hebben, die kunnen ja, gewoon lekker gamen terwijl zij de kleine kindjes dan kunnen meekijken naar ja, prachtige beelden. Want één ding is zeker, Unravel is zonder twijfel een van de mooiste platformers ooit gemaakt. Unravel, €20, replaywaarde, goede physics, mooie levels en helaas het gebrek aan een echt verhaal. Dat breekt enigszins het spel op, omdat je ja, naast het feit dat je dus echt bezig bent om wat belangrijke omgevingen uit een Zweeds gezin na te spelen, heb je verder niet echt het gevoel dat je het ergens voor doet. Tuurlijk, ja, Jarnie is heel schattig en misschien komt er wel een vervolg. Maar iets meer context had zeker geen kwaad gekund bij Unravel en bij onze Jarnie. Desalniettemin, de prijs-kwaliteitverhouding en de adembenemende graphics zorgen ervoor dat Unravel bij Multimedia Album bekroond wordt met een 8,5. En een dikke thumbs up voor Coldwood, de uitgever die wat mij betreft voortaan gewoon lekker dicht bij zichzelf kan blijven. En wie weet de volgende game een mooie IKEA game wordt, je weet het niet. De Zweden die hebben hopelijk meer in hun mars dan alleen platformen. Of voor mijn part mogen ze hun hele leven platform games blijven maken als ze maar zo prachtig worden als Unravel. Ga dat nu checken en geniet. Ga ik ondertussen door met het unravelen van mijn wollen trui, die ik voor de gelegenheid heb aangedaan. Geheel toevallig of niet.